Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldi. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Foldy, en vandaag ben ik weer terug met de nieuwe behind the scenes van Connected. Dit keer zijn wij in de moderne setting op aarde in Meerdal, het dorpje. En wat je misschien al in de afgelopen aflevering hebben gezien, de map hiervan is zo goed als afgebouwd. Dus het dorpje is helemaal af zowat. Dat is natuurlijk heel fijn. In de zomervakantie zullen wij sowieso ook al wat verder gaan met de opnames van de volgende afleveringen. En dat kan dus ook gewoon een volle glorie, want het dorp is af. Nou, een van de locaties die we al een keer hebben gezien is het hotel. En dan vooral één hotelkamer. Maar het hotel is hartstikke mooi gebouwd door Levine, iemand die ons heel veel heeft geholpen met het bouwen van deze map. Dus even een hele dikke shout-out naar hem. Hij is op dit moment ook, op het moment dat ik opneem, want ik neem deze allemaal vooruit op voor mijn vakantie. Maar op het moment dat ik dit zeg, is hij ook een Bifrost invite. Dus we gaan even rustig kijken. We hebben hier de balie van het hotel en dan hebben we hier een soort lounge slash restaurantje waar je wat kan komen eten als je dat wilt. Nou, dan hebben we hier zo mooi de gang richting de lift. Want ja, een lift is handig. Nou ja, de lift werkt natuurlijk niet praktisch in Minecraft. Maar ja, met een beetje edit magie kan dat natuurlijk wel in een aflevering gebeuren. Nou, we hebben hier kamer nummer 1. Is een kleine rustige kamer met eigen badkamer. En een prachtig uitzicht op een van de hoofdstraten van Meerdal. Nou, dan gaan we rustig weer. Gaan we rustig weer verder. Kamer 2 is een andere kleine kamer met het uitzicht op het kruispunt of de rotonde van Meerdal. Hartstikke mooi. Ook weer met een eigen privé badkamer, want dat is natuurlijk wel zo lekker. Gaan wij weer rustig een etage naar boven toe, waar de volgende kamers zijn. Kamer nummer 3, een kleine kamer met privé badkamer en ook een uitzicht. Alleen hier is de deuren nog dicht naar buiten, zodat anders wordt het zo koud binnen. Kamer nummer 4, een roze, prachtig mooie roze kamer met badkamertje. Kamertje waar mijn personage, fun fact, waar mijn personage zou overnachten. Alleen hebben we hier de scène die we hier zouden opnemen, hebben we er vooralsnog uitgeknipt. Hebben we toen op een andere locatie opgenomen. Maar dit is in principe de locatie, de kamer die ik voor mijn personage heb uitgekozen toen. Dus mijn personage, zie je hem hier al, een stoere piraat, slaapt hier elke dag weer, jongens. Dus dat jullie het even weten, dat is de kamer van mijn personage. Dan gaan we hier rustig nog eentje naar boven. Dit is de kamer die jullie al wel eens hebben gezien. Dit is de kamer waar Noor de eerste keer overnachtte toen ze net aan was gekomen in het dorp. En toen ze nog niet de sleutels had van haar appartement. Dus dit was de kamer met een mooi uitzicht over het dorpje. Hier hebben wij sowieso natuurlijk alle scène opgenomen. En dus ook de grootste kamer in het hotel. Met een hele luxe badkamer en alles erop en eraan. Dus ja, die Noor die boft maar met zo'n mooie kamer. En het hotel is ook in de storyline is dit een hotel wat gedraaid wordt door niemand minder dan Levine. En Levine is ook de eigenaar van de diner hiernaast. En je kan het al zien, ze staan mooi bij elkaar, deze twee dingen. En dat is niet voor niks. Dus zijn ze allebei van dezelfde eigenaar. Levine heeft natuurlijk al een paar keer achter de bar gestaan, ook in de storyline zelf. En de storyline zijn we hier natuurlijk al een aantal keer geweest. Het is een hele belangrijke locatie in de storyline op dit moment. Hier hebben we natuurlijk al een keertje gezeten met Danny. Hè? Gekke Danny, die hier een vaste klant is, redelijk alcoholistisch is. En we hebben hier natuurlijk al een aantal scènes gehad, zowel met Jurgen en Noor. Maar denk ook aan Jacco en Jeroen die hier hebben gezeten. Allerlei dingen die zijn voorgekomen in het verhaal die hier hebben afgespeeld in deze diner. Hele belangrijke locatie. Wie weet hoe vaak we die nog wel niet terug gaan zien in het verhaal zelf. Want het is gewoon een mooie, belangrijke locatie waar veel mensen elkaar tegenkomen. Maar zoals je ziet, er is nog veel meer bijgebouwd op deze map. Dus uiteindelijk zullen we ook nog veel meer gaan zien. Voor vandaag is dit het helemaal. Dus hopelijk vonden jullie het een leuke video. Als het zo is, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Abonneer natuurlijk ook eventjes op Edeldi voor meer. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer terug met een andere video. Tot dan!